Nou, dit was een van de laatste bomen, geloof ik, hè, die nu hier op de Hooijgracht geplant zijn. Ja, ze staan er nu bijna allemaal, ja. En bijna allemaal. Ik dacht gehoord hebben dat het er 60 zouden worden. 20 meer dan er zijn weggehaald. Maar ik heb net even geteld. Ik tel er 30. Dat klopt, maar we hebben het bij de centrumroute Hooijgracht over het hele gebied. Dus dat is van Pelikaanstraat tot Hooijgracht. Daar is de Sint-Jorissteeg. Uiteindelijk komen daar 60 bomen en dat zijn er 20 meer dan er voorheen waren. Dus die komen nog? Die komen nog, ja. Op de Pelikaanstraat zijn ze geplant en op de Sint-Jorissteeg zijn de werkzaamheden nog volop bezig. Is de straat nu helemaal klaar? De Hooijgracht is nu nagenoeg helemaal klaar, maar op de Sint-Jorissteeg zijn we nog bezig. Maar ja, zoals je ziet, het is super mooi geworden. De Hooijgracht is nu echt een plek geworden waar ook het langzaam verkeer, fietser en voetganger veel meer ruimte krijgen. Waar het openbaar vervoer goed kan rijden en waar de automobilist die echt door het centrum moet ook een prima plekje heeft. We hoorden net al van een van de winkeliers van nou, eigenlijk zijn we hier wel blij mee, want we hadden soms wel 4 rijen auto's voor de deur. Ja, dat klopt, ja. Ja, nu is er veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers. De parkeerplaatsen zijn natuurlijk weg, waardoor die ruimte gemaakt kon worden. Het is gewoon een prachtige plek geworden. En dat is voor de ondernemers, denk ik, op de Hooijgracht uiteindelijk ook hartstikke fijn. Een veel mooiere plek om in te ondernemen. Dit is nog niet het slotstuk, hè? Want volgend jaar gaat dan de Lange Gracht op de schop. Ja, dat klopt. Volgend jaar de Lange Gracht en Oude Herengracht. Daarna nog een stukje Schuttersveld. Als we dat gedaan hebben, dan is de centrumroute echt helemaal af. Maar het gaat hartstikke voorspoedig. Dus dat belooft het mooiste te worden voor Leiden.